zijn 50 tinten grijs. En vaak donkergrijs, moet ik helaas zeggen. Want er is oorlog overal en de slechte winnen vaak. Dus je moet blijven proberen, anders ben je echt de sjaak. Ze schreeuwen en ze stelen en ze zijn soms stekenblind. Maar die gasten zijn volwassen en jij bent nu nog een kind. Vooruitzichten zijn somber en de helft heeft ook geen werk. Maar dat vechten om te leven maakt je ook weer meer sterk. Maar dat irritante nest dat je slaat en altijd pest, leert uiteindelijk wel zijn les en wordt zelf ook geflesd. Natuurlijk ziet de toekomst er slecht uit en iedereen zoekt hulp bij een therapeut. Maar jij bent nog een kind, dus zwak vooral niet al te diep. Je bent nog lang geen 100 jaar en hebt geen vogelgriep. Het leven is gewoon. Soms gaat het redelijk, maar meestal is het... Het leven is gewoon. Dus haal de krenten uit de pap, de rest is toch maar... Hoe hard je ook je best doet, je gaat steeds weer op je bek. De krant maakt je ook depri en je gaat over je nek. Ja, zo gaat het leven en zo zal het altijd gaan. Dat klinkt niet zo gezellig, maar ik zeg, ben er maar aan. Nou, het spijt me, maar ik voel me nog niet beter. Ik snap het wel. Luister nou. Want als je nooit een berg beklimt, dan kom je ook nooit aan de top. Dus begin en blijf dan klimmen, ook al zie je er tegenop. Je komt vanzelf hoger en dan zul je echt wel zien dat het leven nog zo slecht niet is. En